Ew, blasting. Baan 1 voor Orca, Domingo Kuipers. Baan 2, Verzet 244, Sven Klink. Baan 3 voor NDD, Rens Stijn. Baan 4, winnaar van vorig jaar, junior 1 voor de Heek Swimming, Jannik Vrijstein. Baan 5 voor de Heek Swimming, Gabriel Deen. Baan 6 voor de Heek Swimming, Emiel Fouzai. Baan 7, FZC 54, Vikings, David da Silva Miranda. Baan 8 voor de ZPC Hogeveen, Flint Peeks. Jannik Vrijstein 2.17, 65. Dat is de tijd op 200 meter van hem. Naar het keerpunt 400 meter. Baan 4, Jannik Vrijstein aan de leiding. 4.41.54. Gabriel Deen, de tweede positie. 4.43.82. En
Red stijgt in de derde positie met 4:46.74. Wij zijn nog steeds in de leiding in baan nummer 4, persoon voor tussentijd 9:46.49 en nu 9:28.96. 20 seconden, 22 seconden sneller, ongeveer dan hij zijn persoon voorschot. Kijken we naar Gabriel Been, de tweede positie, 9:32.80 nu, 800 meter.
Zijn persoonlijke voortijd was 9:46:78. Hij zit dus dan ook 14 seconden onder zijn schema. Vorige persoonlijke voor Fred Stijf, 9:42:03. In tijd. Hij daar zwemt 800 meter de derde positie. Daar gaan we dan naartoe. Jannik Vrijstein 11:53:50. Eerste keer tijd Gabriel Been 11:57:72. En de derde positie zien we dan nu keren Red Stijf. Baan 3, 12:10:15. Janiek Vrijstein op 1100 meter op kop, 13:06:60, 40 seconden sneller dan zijn vorige persoonlijke recordtijd. De persoonlijke record van Vrijstein stamt van 10 maart van dit jaar. Dat is nog vrij onlangs. Vrijstein 14:19:64, Teen 14:23:21. Hij is de tweede positie. Het verschil tussen de eerste en tweede positie is daarmee ongeveer 4 seconden. Dat het veranderen in de laatste 300 meter lijkt redelijk stabiel te zijn. Het verschil tussen deze twee heren. Vrijstein in de derde positie. 14:38:38.
rijden naar de vierde positie. Het is vanuit baan 6 Emiel Fouzay. 14:50:63. Daar horen we de eerste bellen rinkelen, de laatste 100 meter voor deze heren. De junioren 2, Yannick Vrijstein 16:44:70. Hij keert als eerste, Gabriel Benoff tweede in 16:49:13. Verschil van 4 seconden, grote 4 seconden. En Rens stijgt in de derde positie, 17:05:46. Maar dat scheelt nog wel een heel groot stuk naar met de twee heren tussen de vele lijnen. Nog één baan dan gaan voor Yannick Vrijstein. 17:20:03 is de tijd waarmee hij keert. Gabriel Been tot in 17:25:05. Het verschil is nu 5 seconden en 200ste van een seconde. Ze zetten nog even samen de eindsprint in. Maar dat verschil van 5 seconden en ongeveer 7 meter is niet meer goed maken. Terwijl we kijken naar de finish van Yannick Vrijstein in baan nummer 4. Het wordt sowieso een mooie tijd, want zijn persoonlijke recordtijd 17:03. Nee, 48 moet ik zeggen. En dat is nu een mooie 17:54. En dat betekent daar 20 seconden sneller gezwommen dan dat hij hiervoor deed. Ook nog in maart van dit jaar. Een mooie tweede tijd voor B. 18:00:92. En hier de derde finish voor Rens Dijk, 18:15:07. Weet ook dat Gabriel Been 24 seconden van zijn persoonlijke record heeft afgezwommen. Ik zou dat haast denken dat Rens Dijk het mooiste persoonlijke record heeft gezwommen. Ja hoor, Rens Dijk ook mooi 30 seconden van zijn persoonlijke record afgezwommen. En dat is dan ook naar verwachting de top 3 bij de junioren 2. Vierde tijd voor Emiel Fouzay, 18:35:62. Vijfde tijd voor Domingo Kuipers, 18:52:39. De zesde tijd voor Sven Klink, 18:55:39. De zevende tijd voor David da Silva Miranda, 18:59:48. Dan zien we daar ook de laatste 15 meter voor Clint Beeks, baan nummer 8. En hij zal dan als achtste aantikken bij junioren 2. Ze hebben allemaal aangetikt, dan gaan we naar de officiële uitslag.
Het is allemaal goed gegaan. 17:54:65, dat is de snelste tijd. Uw applaus voor de Nederlands kampioen junioren 2, Jannie Vrijstein. Gaan we verder met serie nummer 4, de snelste serie bij de junioren 3.